Niet iets naar zeggen. Ik ben dat ongemakkelijke gedoe tussen ons zat. We ontlopen elkaar terwijl Nina en Puk. Friends forever. Prima, dan zeggen we elkaar voortaan weer gedag. Nee. Nee, dat is niet genoeg. Ja, het komt niet goed uit nu. Jij bent helemaal niet ziek. Ik heb gisteravond een beetje te veel gedronken, dus ik wil nu ook heel graag weer naar bed. Ik probeer het goed te maken, zodat we samen weer kunnen lachen en ontwerpen elkaar inspireren. Wij hebben ruzie en dat is niet zomaar. Maar ik bied toch mijn excuus aan? Dat is geaccepteerd. Jij denkt dat ik het niet meen. Ik was mezelf niet de afgelopen tijd. Ik zat gevangen in een vreselijke relatie met Daan. Bedankt nog daarvoor. Het was alleen maar gezeik en slechte seks. Jij hebt het zo getroffen met Bing, maar Daan, hij haalde het slechtste in mij naar boven. Hij heeft mij op het idee gebracht om La Puc te beginnen en dankzij hem hebben wij ruzie. Ik ben blij dat, dat het uit is. Maar het was mijn eigen keus, maar ik voel me wel eenzaam. En daarom wil je mee terug? Nee, ik mis mijn beste vriendin. En ik ga niet weg voor we alles hebben uitgepraat.